mensen van TV Oranje. Ik mag vandaag één iemand interviewen, maar ik wil heel graag iemand interviewen. En dat is Hilbrand Nawaar. Hilbrand Nawaar, die staat naast mij. Gaat allemaal goed met je? Ja, bij mij gaat het super. En met jou? Ja, uitstekend joh. Geweldig. Ja, hartstikke mooi. Nou, hoe was het hier om in Steenwijk op te treden? Nou, dat vond ik geweldig natuurlijk, want ik kom hier vandaan uit deze regio. Je bent hier geboren? Nou, ik ben in Kampen geboren. Ik ben Blokzijl opgegroeid, ligt hier vlakbij. Steenwijk ging ik altijd uit vroeger toen ik jong was. En ja, geweldige stad. En het is fantastisch dat je hier dan mag optreden natuurlijk voor zo'n groot publiek. Wat vind je nou van TV Oranje? Wat doet dat met jou? Hoe moet ik dat zien? Kijk, wat ik heel erg belangrijk vind is natuurlijk dat het Nederlandstalige lied wordt gepromoot. En dat vind ik erg belangrijk. We horen in Hilversum alleen maar muziek die een heleboel mensen misschien wel leuk vinden. Maar een grote meerderheid in Nederland vindt het Nederlandstalige lied leuk. En ik ben blij dat er zulke zenders als TV Oranje zijn die dat promoten. En dat is fantastisch. Zeker. Ja, de kleur die spreekt me ook heel erg aan, Oranje. Ja, dat is Holland, hè? Dat is Holland, Nederlands elftal, Rabobank Tourploeg, alles en zo. Dus geweldig. Je hebt je dames niet meegenomen. Waarom dat dan niet? Want je neemt toch altijd je dames mee, lijkt mij. Ja, ik had dames heb ik op de achtergrond. Maar ik heb vandaag gekozen voor vier jonge Steenwijkers. Om te laten zien dat ze ook in Steenwijk kunnen jumpen. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus ik heb een paar jonge mensen erbij gehad. En die hebben het voortreffelijk gedaan vandaag. Komt er nog een single? Ja, er wordt druk aan. Druk mee bezig? Nou, hij is zelfs al opgenomen, maar... Kun je er nog iets meer van verklappen? Ik mag er helemaal niks nog van vertellen. Maar het wordt een grote verrassing voor heel Nederland. En Nederland zal nog heel veel van mij horen.